nummer 13. Hier zijn ze met Our House. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Vroeger hadden we allemaal een bankstel en een televisie in de hoek. Nu willen we onze unieke persoonlijkheid tot uitdrukking brengen in ons interieur. In de jaren 70 begon dat. Vroeger zeiden we u tegen de minister-president. Nu wordt hij als wc-meid in een rap verwerkt. In de jaren 70 begon dat. Vroeger was je een bezienswaardigheid als je ouders gingen scheiden. Nu ben je bijna bijzonder als ze nog bij elkaar zijn. In de jaren 70 begon dat. Die troosteloze woestenij wordt een betonnen wijk. Met 1000 huizen op een rij en allemaal gelijk. Hier komen de tv's te staan en daar de kamerplanten. En hier de warmwaterkraan en daar de ledikanten. Bijlmermeer. We hebben genoeg van de saaie naoorlogse woningbouw met zijn rechte straten en massale flatcomplexen. Aan het begin van de jaren 70 hebben we allemaal meer geld te besteden. En langzaam worden onze woonwensen ook wat luxer. We willen wonen in een nieuwbouwwijk met veel groen, waar niet alle huizen hetzelfde zijn. Onze liefste wens is een moderne eensgezinswoning met een hippe tuin met coniferen en bielzen en een verlaagd terras voor de broodnodige privacy. Geen rijtjes doorzoomwoningen meer, maar variatie. Huizen met scheve daken, hoekjes en niveauverschillen. De buren ontmoeten we op het woonerf, met een slingerpad er doorheen. Onze kinderen spelen met elkaar op de speelplekken met klimrek en wipkip. Nou, gewoon ja, je kan er lekker spelen en zo. Er zijn haast nergens auto's die hard rijden en zo. Nou, en overal is veel, kan je wel veel sport doen. Nou, gewoon, het is allemaal hartstikke leuk. Voor de postbode is het minder leuk. Het vinden van het juiste adres is soms een nachtmerrie. Maar de kronkelige straten geven wel een knusse sfeer. Need to get to know each other. Next door is only a footstep away. De huizen hebben een open indeling. Niet meer bij iedereen de televisie op dezelfde plek. Een open keuken is helemaal van deze tijd. Boven krijgen de kinderen een eigen slaapkamer. Bij het inrichten van ons huis volgen we onze eigen smaak. Voor sommigen is gezelligheid nog steeds een traditioneel robuust eikenhouten inrichting. Uit Oosterwijk bijvoorbeeld. Anderen willen wat nieuws en laten zich inspireren door VT Wonen. Met een zee aan groene planten halen we letterlijk de natuur in huis. De ficus benjamini en de dracaena. De yucca en de papyrus. Allemaal uit het tuincentrum. We leven ons uit op het macrameën van een plantenhanger of het breien van een wandkleed. Jan-Willem de Vreugde heeft een loods vol tweedehands spullen. Wat is nou typisch jaren 70? Nou, wat typisch jaren 70 is, dat zijn toch hoogpolige tapijten, kuipstoelen, loungebanken. Veel kleuren, oranje, bruin. Je ziet veel psychedelische motieven terug in de gordijnen en in de vloerbedekking, tegels, noem maar op. Een gekke tijd, een dolle tijd. Natuurlijk had niet iedereen hetzelfde in huis staan. Ja, je hebt eigenlijk twee types jaren 70 meubels. Dat is de producten die gemaakt zijn voor de massa, die waren betaalbaar. Vaak van plexiglas of kunststof. Maar je hebt natuurlijk ook altijd een groep mensen die heel bewust voor wat duurdere merken kiezen. Ja, die stoelen blijven ook hun waarde behouden. Je ziet dat daar weer een dat er weer een jongelui dat weer opnieuw gaan kopen.
De heer des huizes wordt ook creatief. Hij krijgt meer vrije tijd en slaat aan het doe-het-zelven. Met behulp van de bouwmarkt en een doe-het-zelf-cursus maakt hij het huis lekker knus. Met een schrootjesplafond. En ook schrootjes op de muren. En vaak langs de trap omhoog granol of siersteenstrips. Laten we nu maar niet verklappen dat het er jaren later ook allemaal weer uit moest. Op de grond kiezen we voor biezen matten en de kasten zijn open en van hout. Hij metselt een gezellige open haard met een plateau eromheen. Met daaronder plek voor het zelfgekloofde hout. We beginnen te ontdekken dat een inrichting niet voor altijd is. Wanneer iets anders in de mode raakt, dan veranderen we gewoon weer. En in de jaren 80 wordt dat nog extra in de hand gewerkt, omdat we in steeds wisselende samenstellingen wonen. Zo zijn we getrouwd, dan ineens weer gescheiden. Met of zonder kinderen, alleen of weer met een nieuwe partner. Ook weer met of zonder kinderen. En ga zo maar door. Natuurlijk groen en bruin. En exotisch paars en oranje zijn passé. Het moet allemaal wat soberder en zakelijker. De jaren 80 spullen moeten eigenlijk nog een beetje inkomen. Omdat ze nog geen echte iconen hebben. Die zijn er wel, maar die zijn zo extreem. Bijvoorbeeld Memphis is een stroming. Maar die waren toen de tijd al zo duur, die meubels, dat daar maar een heel kleine groep mensen in is meegegaan. En deze meubels kom je ook niet tweedehands tegen. De juppen aan het eind van de jaren 80 kiezen voor het dure, echte, coole design. Een andere overduidelijke interieurtrend is het lichte en luchtige wonen uit Zweden. We kopen bij het woonwarenhuis een meubelbouwpakket van een witte boekenkast en zetten die thuis met de inbussleutel in elkaar. Nog een zeggens A-bank naast de Billy en klaar is het design voor een bescheiden budget. En ook al komt het allemaal uit één winkel, iedereen kan zijn eigen persoonlijke statement maken. We volgen de trends, maar wel kritisch. Hoe stellen we tegenwoordig onze meubels samen? Omdat de wereld kleiner is geworden door internet, et cetera, is er veel meer keus. En denk ik dat mensen veel meer keus hebben dus om een bepaalde richting te kiezen. En is het niet echt zo dat de massa nu koopt wat er op dit moment geproduceerd wordt. Mensen die zoeken die spullen dan zelf op. Eikenhout of design, het interieur veranderde regelmatig door de jaren heen. Nou, ik heb nog nooit van mijn leven zo'n huis gehad. Met het veranderen van het interieur verandert ook de manier van omgang met elkaar. In de jaren 60 hebben we geleerd dat we de autoriteiten niet altijd en overal zomaar moeten vertrouwen. De jonge generatie babyboomers loopt voorop in de kritiek op de autoriteiten. Zij stellen overal de omgangsvormen en de gedragscodes ter discussie. En met succes. De dominee en de pastoor krijgen menselijke trekken. De politie wordt je beste kameraad. Op je werk mag je je baas bij de voornaam noemen. Als je die tenminste weet. En zelfs in het leger hoeven de dienstplichtigen hun meerdere sinds 1973 niet langer in elke situatie verplicht te groeten. Dan deed ik mee dit, dat ik commandant dus als Jean-Major de Wilde in den vervolgen nooit meer wordt aangesproken geworden met majoor, maar gewoon met Kees. Is dat duidelijk, mannen? Dat betekent dus gewoon goeiemorgen, Kees, goeiemiddag, Kees, kan je allemaal zeggen, Kees. Smakelijk eten, Kees. Gemijde vruchtenslaggers, Kees. Smakelijke voortzetting, Kees. Nog een prettige avond, Kees. Al naar gelang dat door het tijdstip van de dag wordt gevorderd geworden. Dat doen we 2 maanden op proef. Dus laat maar zeggen, test, Kees. Nee. Excellentie, zou ik u ondanks het zeer vroege uur een kort persoonlijk commentaar mogen vragen? Geen commentaar, heren. In de jaren 60 zijn journalisten beleefd tegen politici en respecteren het als een minister geen antwoord wil geven. Excellentie, zou ik u iets mogen vragen? Doe ik echt niet op straat. Zou het in de auto mogen? Nee, ik moet nu echt bij mijn perschef zijn op dit moment en dan kunnen we dat graag uitzenden. In de jaren 80 is dat totaal anders. Ik was dus aan het zeggen dat ik dat zo niet gezegd heb. Nou, dus de journalist heeft het verkeerd opgeschreven? Nee, de journalist heeft het ook zo niet opgeschreven, zoals u het citeert. Daar gaat het nu niet om. Nou, ik heb het zo gelezen, sorry hoor. Doen we nou, maken we nou een interview of niet? Ja, nou, oké. Nou, ja, maar... Zullen we opnieuw beginnen? Nee, voor mij hoeft dat niet. Nou, voor mij wel. Dank u wel. Ja. Bedankt. En in de jaren 90 doen we dat zo. Ja, maar niet alleen het kabinet. U moet ook praten met de mensen in het land die straks de tol moeten betalen. Denkt u dat u die toon op kunt brengen? In de jaren 70 kondigen we politici zo aan. Het is een man die boven alle politiek is uitgestegen. De grand old man in Nederland. Minister van Staat, zijn excellentie, Dr. Willem Drees. Jaren later is dat wel anders. Hier is Rita Verdonk!
Politici laten zich graag en met flair zien in allerlei tv-programma's. Nou, leuk dat u er bent. Dank u wel. Moet ik je zeggen of u? Wat u wil. Ik zeg graag je altijd. Nou, dat zeg ik ook je. Ja? Ja, dat is goed. Nee, ik heb het liever dat jij dan u tegen mij zegt. No way. No way. Politici passen zich snel aan. Het wordt normaal dat wij het hebben over Joop den Uyl, Nelly Smit-Kroes en Dries van Acht. Dat was vroeger ondenkbaar. Dat vadertje Drees van voren Willem heette, was hij zelf bijna vergeten. In de jacht op de stem van de kiezer zien we politici ineens in sportbroekje optreden in sterrenslag. De aanval van Annemarie Jorisma, buitenom, braakhek in de buurt. En gaat dan zometeen Bamberg aantikken, die op zijn beurt Annemarie Jorisma lanceert. En dat ziet er niet leuk uit. Kijk, Pieters. En is dat Marco Borsato? Oh. Dries van Acht maakt zich populair door zich tussen de burgers te begeven. Hij fietst en eet een ijsje tussen de mensen. Tegenwoordig laat de minister-president zich door Ali B. in een rap verwerken. Ik heb een rap gemaakt en dan zeg ik, het is een anti-oorlogsliedje. En dan vraag ik, het gaat een beetje richting Bush. En dan zeg ik, waarom steken jullie meer geld in wapenhandel dan in ontwikkelingshulp voor Afrikaanse landen? De duivel staat te dansen. George Bush is de DJ. Tony Blair de hostbakken en de wc-meid. En dan moet je niet boos worden, want dat is op zich, wc-meid is ook belangrijk, weet je? Het is eigenlijk logisch dat dicht bij huis hetzelfde gebeurt. De traditionele autoriteiten, de dokter, de notaris en de leraar, worden gewone mensen. De leraar op de middelbare school gaat zich gedragen als een gelijke van zijn leerlingen. Je kan tenminste zeggen wat je wil. En ze staan tenminste nef je en niet boven je. Hij is niet meer alleen bezig met orde houden in de klas, zodat hij zijn kennis kan overdragen. Maar hij probeert in een vriendelijke sfeer de leerlingen te stimuleren in hun ontwikkeling. Met elkaar hebben we zelf een stel onderwerpen gezegd. Die werden allemaal opgeschreven. En daaruit zijn we gaan bepalen. Ik geloof ook wel dat het voor de meesten op dit moment al redelijk duidelijk wordt dat het ook dan in de maatschappij anders kan. Dat er dan niet iemand de baas hoeft te zijn, maar dat je het ook gezamenlijk kan doen. Maar niet iedereen is onverdeeld positief. Nou ja, negatief is eigenlijk. Maar ik vind, je hebt er eigenlijk toch heel weinig aan. Als mijn zoon op school niet leren wil, dan krijgt hij een draai om zijn oren. Want hij kan het best, als hij maar wil. Want het is allemaal onwil. En problemen, och. In huis zelf verandert er ook van alles in de gezagsverhoudingen. Waar vroeger de ouders bepaalden wat goed was voor de kinderen, groeit nu het idee dat die kinderen misschien zelf ook wel wat in te brengen hebben. In sommige gevallen veranderen ouders van autoritaire gezagsdragers in aanhangers van de anti-autoritaire opvoeding. Ik heb twee zoons, Luc en Cas, en die heb ik vrij opgevoed. Dat wil zeggen dat ik ze zo vrij mogelijk heb gelaten om zo volledig mogelijk tot ontplooiing te kunnen komen. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Je moet voorstellen, we hadden ongeveer 10 jaar hadden we de beschikking over de pil. Kinderen die geboren werden, werden heel bewust gekozen en die werden ook heel bewust opgevoed. Daar werd echt over nagedacht. Dat was niet zomaar van, er is een kind en die wordt vanzelf wel groot. Specifiek bij ons thuis was bijvoorbeeld toen ze nog heel klein waren. Ik had wel een box in de kamer staan, maar bij die box waren 2 spijlen had ik eruit gezaagd. Want ik vond dat die kinderen, natuurlijk mochten ze in hun veilige hokje gaan zitten, buiten alle geloop en gedrang. Maar ik vond wel dat ze dat zelf moesten kiezen of ze dat wilden. Teach your children well. Het was niet verven, keurig, netjes op een velletje papier. Maar op een gegeven moment was hun hele gezicht en hun hele lijf was een en al beschreven blad, zal ik maar zeggen. En dat moest dan natuurlijk weer schoongemaakt worden. Nou, ze vonden het heerlijk om in bad te gaan. Maar ja, ik had 2 kinderen en als de een had dan zin om te spelen en de andere die had zin om in bad te gaan, dat was een beetje moeilijk te combineren. Dus ik zette gewoon een teiltje water in de kamer en dan liet ik ze daar lekker aanplonzen. En dat gaf helemaal, dan haalde ik het kleed wel weer een beetje weg en dan natuurlijk stroomde alles over, maar dat was ook weer zo opgeruimd. Een kind wat het naar zijn zin heeft, Dat ging boven alles. Je moet ook niet vergeten dat we in die tijd leefden dat al die bladen voor kinderen van de grond kwamen. Je had de ouders van nu, de kinderen en
Nou, verder weet ik het eigenlijk niet. Maar die twee bladen, en ik zie dat ze er nog steeds zijn, die waren heel toonaangevend en die heb ik ook gretig gelezen. Seksuele voorlichting voor tieners? Onzin. Breng ze maar op ideeën. Mijn dochter is 15 jaar en ze kent de feiten. Maar verder wordt er ook niet over gepraat. Maar de nieuwe generatie... Als ik het nu overnieuw zou moeten doen, dan zou ik het zeker weer zo doen. Het ligt zo dichtbij mij. Ik zou het absoluut niet kunnen van... nu dit en nu dat en nu zus en nu zo. Ik vond het heerlijk om zo met mijn kinderen bezig te zijn. Typisch vrouwenwerk, typisch mannenwerk. Wat een onzin. Niks van aantrekken. Gewoon geen verschil maken tussen man en vrouw. Dan zijn er voor allebei toch veel meer mogelijkheden. Mijn idee. En jouw idee? Mensen lief, ons idee. Niet alleen de gezagsverhouding tussen ouders en kinderen verandert, ook de ouders zelf gaan anders met elkaar om. Mannen en vrouwen hebben nu allang gelijke rechten, ook binnen het gezin. Dus weg met de man als hoofd van het gezin. Maar er veranderde wel meer in onze manier van samenleven. Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het tot ver in de jaren 60 normaal dat je vanuit je ouderlijk huis meteen gaat trouwen. Je sticht dan een gezin met de man als kostwinner en de vrouw als huismoeder. En een serie kinderen maken dit ideaalbeeld compleet. Huwelijk en gezin, de hoekstenen van de samenleving. Dit ideaal begint af te brokkelen. De behoefte om eerst een periode op jezelf te gaan wonen en de wereld te verkennen wordt groter. Ongehuwd samenwonen wordt normaal. Dat kan ook omdat door de pil het risico om ongewenst zwanger te raken minimaal wordt. Lekker even wel de lusten en nog lang niet de lasten. We gaan ook steeds langer naar school en krijgen daardoor een steeds hoger opleidingsniveau. Ja, met mij. Zeg, ik doe met je mee. Ja, nee, ik wil toch al zo lang Engels leren en dan zijn we er weer eens uit. Kunnen we er is een brochure om vrouwen die weer willen gaan leren wegwijs te maken in de vele mogelijkheden voor opleidingen. En als je wat geleerd hebt, wil je dat ook in de praktijk brengen. Een tijd werken voordat je in een relatie stapt en in ieder geval voordat je aan kinderen begint, wordt voor vrouwen in toenemende mate belangrijk. In het weekend ga ik wel eens lekker uit met mijn vriend. Maar nu ik erover nadenk, betaal ik meestal. In Nederland moet je als meisje op eigen benen kunnen staan. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Door de komst van de pil in de jaren 60 krijgen we de kans om zelf te kiezen of we kinderen willen. En wanneer en hoeveel. Wat voor geslacht en welke haarkleur blijft nog lastig. Als je het zonder man wil doen, dan kan dat ook. Dan word je een bommoeder. Je bent een bom, mevrouw, hè? Zo heet dat. Bewuste, ongehuwde moeder. Ben je eerst bewust ongehuwd en dan bewust ongehuwde moeder? Hoe gaat dat? Ja, precies. Bewust ongehuwd en bewust moeder. En dat samen is bom, kan je zeggen. Je kiest bewust voor een kind, want het is nogal een verantwoordelijkheid. Bij de opvoeding moet je er bovenop zitten. En dat kost veel tijd, geld en energie. Je kind moet overal aan meedoen. En de meeste kinderen uitnodigen op het leukste verjaardagspartijtje. Vrouwen krijgen op steeds latere leeftijd kinderen. Dat is te laat om nog een echt groot gezin te krijgen. Als kinders krijgen niet lukt, is er vanaf midden jaren 80 IVF. Een ingewikkelde procedure met reageerbuizen. De tijd van eeuwige trouw is voorbij. Als mondige individuen maken we ons eigen leven. Ook als dat anders is dan de traditie of de kerk voorschrijft. De ouders van Renske gingen uit elkaar in een tijd waarin het voor velen nog onbespreekbaar was. Ik heb hier een foto en daar ben ik nog geen jaar. En dan zie je dat ik er heel blij op sta. En mijn moeder is heel blij en ik ben het oudste kind. Ja, als je dan later kijkt, als er dan meer kinderen zijn gekomen, dat ze dan toch al wat vermoeider is. En ik vraag me ook af of ze zoveel kinderen had gewild. Nou ja, hier is een foto, dan ben ik nog ouder, dus dan ben ik zo 14, 15 jaar en dan is het kerst. En met kerst moest het dan toch wel leuk zijn en zingen bijvoorbeeld, maar de, nou ja, op die foto is ook te zien dat ik daar ook gewoon helemaal geen zin in heb. Better sit down, kids. I'll tell you why, kids. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 16 was en dat kwam toch als donderslag bij helder hemel. Dat had ik nooit verwacht. Ik vond het wel een ongelooflijk saai gezin en een saai leven. En altijd wel gedacht dat ik,
gehoopt dat er iets zou gebeuren. Maar dit had ik niet verwacht en dit was toch wel heel erg traumatisch en een grote schok. In die tijd kwam het echt zo weinig voor, het scheiden, dat niemand was erin thuis. Dus niemand die wist wat het inhield. Het was gewoon in die tijd heel moeilijk om daar een gehoor voor te vinden en om daarover te praten. Als mijn ouders in deze tijd gescheiden waren, dat veel meer mogelijkheden waren om daarover te praten, om hulp te krijgen. Het zou denk ik allemaal veel makkelijker zijn gegaan en veel beter te accepteren ook. Het aantal scheidingen neemt spectaculair toe. Kinderen met gescheiden ouders wordt een normaal verschijnsel. Ik ben Siska en ik ben 4 jaar gescheiden nu. Ik heb 2 kinderen. De oudste is 13 en de jongste is net 7 geworden. Dat geldt ook voor 1-oudergezinnen, co-ouderschap of kinderen met meerdere vaders en moeders, opa's en oma's. De hele beestenbende. De zoektocht naar het individuele geluk gaat niet altijd over rozen. Maar we gaan door, want geluk, dat zal er komen. En onkel, ben je dan mama's nieuwe vriend? Het maakt me koud. Dat jij hem slapen mag, maar mama blijft altijd van mij. Ongehuwd samenwonen is op veel plaatsen in Nederland geen probleem meer. Ook niet als het gaat om stellen van hetzelfde geslacht. Homo's en lesbiennes hebben veel vooruitgang geboekt op dit terrein. Dankzij deze betogers. Als een lesbisch stel een kind wil, dan is dat toch nog wel uitzonderlijk. Oh, mijn eerste reactie is wat leuk. Ik vond het echt enig. Maar soms lijken ze helemaal geaccepteerd. Met name in de jaren 70 kiezen sommige mensen ook bewust voor communes. Echte communes, waarin alles samen gedaan wordt, zijn er niet zoveel meer. Maar vormen van gemeenschappelijk wonen nog wel. Lekker gezellig. Dan praten we het af. En vergaderingen en commissies. Maar het is erg boeiend. Hoe gaat het vanaf hier verder? Gaan we allemaal in hippe wolkenkrabbers wonen omdat de ruimte op is? En wordt iedereen joe, want het Nederlands gaat toch verdwijnen? Of gaan we terug naar de waarden en normen van de jaren 50 met geen seks voor het huwelijk? We gaan het zien. En over 30 jaar zeggen we daarover. Herinnert u zich deze nog? Nog? Wilt u meer weten over de tijd van nu? Kijk dan zometeen naar Nederland-E via internet of digitale televisie. Een terugblik op de tijd dat we nog strijdbaar waren. Kijken dus, want als we daartoe bereid zijn, dan wordt het geen koude winter, al vriest het nog zo hard.